Vandaag ga ik een doos openmaken. Yay! Weet je van wie je die doos gekregen hebt? Playmobil. Ik bedoel maar. Ik ben benieuwd. Dit is het eerste wat ik zie. Want dit is de Playmobil. Nog één. Weet je waarom dat is? Je mag er één weggeven. Yay! Paard? Oeh. Ben benieuwd. Zit er een echt paard in? Oh. Ben benieuwd. Die heb ik al de hele tijd gezien. Ik kan dat niet zeggen. Ik laat het eerst even zien wat het is. Oh. Niet te meer invallen. Woehoe. En mijn lezen Playmobil. Vind je dat leuk? Ja. En hoeveel heb je er gekregen? Ik heb er 2 gekregen. En waarom denk je dat dat is? Want ik er iets mag weggeven. Ja, dus je hebt 2 prijzen om weg te geven met dank aan Playmobil. En voor alle duidelijkheid, Playmobil die sponsort deze video. Door deze pakketten erbij te geven voor onze kijkers. En wat moeten ze ervoor doen om te winnen? Dat vertellen we straks. Ga eerst maar even uitpakken, denk ik. Zet die andere maar even opzij en dan kan je even uitpakken wat er allemaal in zit. We beginnen met deze. De logeerkit. Oeh, ik zie een paard! En ik zie touwtjes. En handleiding. Weet je wat leuk is? Het is mama, Luc en ik. Dan heb ik hier een zadel. Ik ben er niet zo goed in. We hebben nu dus een paard. En wat is dit? Waar is het voor? Dat kan je aan het handje doen. Aan het handje? Oh, dat handig. Dan kan het handje het vasthouden. Slim. Hier, je paard en het handje. Hier zo op. Deze. Ik zou nog 1 ding vergeten. Dan? Het knoopje bij de zee. En dan denk ze van, ik denk dat ik ook met kleine gewichtjes ga. En dan zit ze. En inmiddels is de zweep. Oh, hier. En de zweep is klaar. Dan doen we het zweepje erin. En het handje. Ah, ik heb hem nu verkeerd op. Dan moet je wel de andere kant op. Nou ja. Dan gaan we staan. Tada! Wat vind ik dit spannend? En wat ben ik benieuwd? Volgens mij is het de paardrijclub. De paardrijclub. En dat is nummer 6926. Oh. Ja. Dat is wel het handige van Playmobil. Daar heb je altijd allemaal nummers. En dan... Oh, dit is handig. Ik kan het ook maken. Oh. Nee, je moet aan de andere kant hetzelfde doen. Oh ja. Oh. En hier is die dan. Denk ik dat we met dit pakketje gaan beginnen. Pak ik mijn schaar. Moet je niet even gewoon het huis in elkaar zetten ofzo? Nee, hier staat deze. Oké. Okay. En dan beginnen we de kleinste gedeeltes. En dan gaan we steeds groter. Waardoor we... Dan hebben we hier het paardje. En ik zie hier een zadel. Dus die gaan we maar op het paardje doen. En een hoofdstel. Met een hoge neusriem. En hier een poeskoffer. En nog een hoofdstel. En een katje. En nog een katje. Kijk, allemaal met zijn katje. Ah, dat is toch schattig. Kepjes. En een emmertje. Dan dit setje. Ik zie een zijpot.
prijzen. Ik ga mijn mening geven over de, als eerst over de voltige set. Ik vind de voltige set heel leuk. Ik vind het hele leuke pakjes, heel cool ook. De strikjes vind ik heel leuk bedacht. Ik vind het ook grappig bedacht dat we hier kunnen staan. Ik vind deze dingetjes ook heel leuk bedacht dat ze op elkaar kunnen staan. En ik vind het zadel vind ik heel cool. Dit is de box met twee bruine paarden. Ik weet de namen nog niet voor. Hier hebben we een wortelbakje. Dan heeft het paardje heeft bandages om. En dan zal ik het voorbakje laten zien. Dit is het voorbakje met de sla erin. Dan gaan we naar de bovenverdieping. Veulen nog? Oh ja. Het hele schattige veulentje en die heeft zo'n schattig halstertje. Dan heeft het een zeghalstertje om. En het kan helemaal met zijn hoofdje naar beneden buigen. En weer helemaal omhoog. En het deurtje kan natuurlijk ook open. Zo het op te doen. Weer naar een schoenbeurtje. En ze hebben de eerste prijs gewonnen. De onderverdieping. We hebben hier een muisje als gezelschap. Hier zo is het muisje. Dan hebben we hier het logeertouw. Dan hebben we de bovenverdieping met twee katjes. De poetskistjes. En dan heb ik hier het hart voor paarden poetskistje. Dan hebben we springzweepjes en nog extra hooi. Flekkie die houdt heel veel muisjes in zijn stal. Ze heeft een muisje in zijn stal. En ook weer lekker eten. En Flekkie vind ik heel leuk. Flekkie is naar buiten te kijken om zijn vriendjes op te zoeken. Flekkie wil naar buiten. Dus we gaan even naar buiten. Ga maar Flekkie! Hier is de wei. En Flekkie denkt, ik wil weer eten. Hier hebben we de boom. We hebben hier een vlinder. Bloemetjes, een eekhoorn en een vogelnestje. En één eekhoorn is eruit gevallen. De benedenste zijn altijd open. Iedereen is er welkom. We hebben hier onze mooie Manege vlag. Hier hebben we een boomvoerbak. En ik zal even laten zien hoe dit hek open gaat. Nou, we hebben hier twee slootjes. Dan maak je dit zo open. En dan kan die open. En dan zet je hem er gewoon weer in. Hier kunnen ook de paardjes weer naar buiten. Ook het veulen ligt. Wil je een van deze twee winnen? Maak dan een tekening van jouw voltigesteam of van jouw paard. En als je dat dan niet hebt, geef het niet, kan je dit namaken. Playmobil, hartstikke bedankt. Stuur je tekeningen naar Hart voor Paarden, Postbus 2024, 31 40 Bernhard Anton in Maassluis. Bedankt voor het kijken geven, vooral een duim omhoog en abonneer op het filmpje.